Ik ga eten in het grootste en het kleinste restaurant. Nederland staat vol met restaurants. En omdat ik gek ben op eten, heb ik het gevoel dat ik overal al geweest ben. Maar toch vraag ik mij af hoe nou het grootste en het kleinste restaurant eruit ziet. Ik ga voor jullie op onderzoek uit, maar wat tref ik daar aan en wat ga ik eten? Heb je er weer heel veel zin in? Doe dan eventjes een duimpje omhoog voor deze video. Als we de 25.000 duimpjes halen, dan neem ik jullie mee naar het duurste en het goedkoopste restaurant wat ik kan vinden. Ik ben heel benieuwd of het jou lukt om voor de 2 minuten in deze video dat duimpje omhoog te doen. Je hebt er eigenlijk zat tijd voor. Ik vind het heel lastig om te kiezen waar we als allereerst naartoe gaan. Dus daar hebben we natuurlijk dit 50 cent muntje voor. Als het munt is, dan gaan we als allereerst naar het grootste restaurant. En als het kop is, dan gaan we als allereerst naar het kleinste restaurant. Munt! Maar wat is het grootste restaurant van Nederland? Laten we even op onderzoek uitgaan. Ik ga het gewoon vragen aan mijn goede vriendin Google. Grootste restaurant Nederland zoeken. Nou ja, dit is gelijk heel erg duidelijk. Ik krijg gelijk Preston Palace in Almelo. En ik heb nog nooit een restaurant gezien dat zoveel zitplaatsen heeft. Het is werkelijk echt bizar hoeveel tafels dit restaurant heeft. Ik zou zeggen, raad het hier beneden eventjes. Later in de video geef ik jou het antwoord en ben ik heel erg benieuwd of je het juiste aantal hebt geraden. Ik heb het natuurlijk gelijk een tafel gereserveerd, dus ik ga me klaarmaken voor een grote reis. Ja, daar ben ik weer even. Helaas moet ik dit blijven doen totdat we dit hebben opgelost. Meer dan de helft van de mensen die mij kijkt is nog steeds niet geabonneerd. Dat betekent dat je geen melding krijgt als er een nieuwe video online is. Ik geef je 5 seconden om dit te doen. 1, 2, 3, 4, 5. Welkom bij de Gewoon Thomas familie. Ik hoop dat het nu gelukt is. Laten we snel verder gaan met eten. Ik zit in de auto, maar ik bedacht me ineens, alleen uit eten gaan is ook maar zo saai. Dus ik ga iemand ophalen. Ja hoor, hallo. Hi. Dit is Romy, de vriendin van mijn trainer. En die nemen we expres niet mee, want dan kunnen we meer eten. Wat zijn je eisen zo meteen? Veel sushi. Ja, ik weet niet eens of ze dat hebben. Ja, ik heb op Google gekeken. Oh, je hebt je al voorbereid. We snel gaan rijden, we moeten nog 1 uur en 3 kwartier in de auto. We zijn er hoor en het lijkt wel alsof we een soort van kasteel in gaan rijden. Laat jij nou niet de McDonald's aan de linkerkant zien? Ja, inderdaad, er is hier ook een McDonald's. Ziet er ook echt geweldig uit. Jeetje, nou. Jij moest naar rechts. Ik weet dit is links. We komen in een hele andere wereld gelijk terecht. Ik heb geen idee, ik ben hier nog nooit geweest. We gaan in ieder geval op zoek naar een restaurant. Hij is blijkbaar heel groot, dus we moeten hem makkelijk kunnen vinden. We hebben een parkeerplek gevonden. We zijn wel nog steeds op zoek naar het restaurant. Alleen we hebben een andere discussie. Want we zijn nu in... We zijn in Almelo. Nee, Thomas, Almelo zijn in... nee, is het. Almelo. Nou, is het Almelo of Almelo? Alsjeblieft, laat weten dat ik gelijk heb. Er zijn een paar dingen waar ik op wil gaan letten. Sowieso het aantal tafels. Hoeveel personeel werkt er? Hoeveel opties qua eten hebben we? En natuurlijk nog veel meer. En dat ga ik later allemaal vergelijken met het kleinste restaurant. Romy en Fontijn! Als jij springt, spring ik ook. Hier is dus het restaurant, jongens. We hebben het gevonden. En we gaan eens kijken of het echt zo groot is als dat Google zegt. En zo te zien is hier dus het lopend buffet. En ik zie echt heel erg veel eten. Maar waar ik allereerst naar wil kijken is het aantal zitplaatsen. Of dat werkelijk klopt. Ik zie hier heel veel zitplaatsen. Nog meer zitplaatsen. Buiten heel veel zitplaatsen. Zitplaatsen. Nog meer zitplaatsen. Ik zal jullie eventjes het antwoord geven op de vraag. In totaal hebben ze hier 650 zitplaatsen. Dat zijn echt de meeste zitplaatsen van alle restaurants in Nederland. Het is tijd voor het volgende onderdeel en je zag Romy al dansen. We gaan eten. We gaan kijken hoeveel opties er zijn op gebied van eten. We beginnen natuurlijk bij het voorgerecht en ik zie hier heel veel opties. Nog meer opties. Wacht, neem jij gelijk alles mee? Is dat ook voor mij of voor jezelf? Ik wil best delen. Nog meer voorgerechte opties. Laten we gewoon allereerst maar beginnen met een voorgerecht. En dan ga ik daarna verder met tellen. Nou, even op zoek naar een tafel. Ik weet niet of er nog eentje vrij is. Ik weet niet of dat ik eruit ga komen. Groot nieuws, we hebben een plek gevonden. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Het voorgerecht zit erin. Laten we nu gaan kijken wat de opties zijn voor het hoofdgerecht. Yes. Met al deze opties ben ik bang dat ik straks heel verwend ben als ik naar het kleinste restaurant ga. We staan nu in de rij voor het buffet voor het hoofdgerecht. En ik weet nu al niet wat ik ga kiezen. Check al dit eten. Romy heeft de friet al gevonden. Hè? Ja, maar ik moet wel groente eten, anders heb ik thuis bonje. Valt friet onder groente? De bloemkool wel.
Omdat er gewoon heel veel tafels zijn, hebben we gewoon eventjes nu een andere tafel gekozen. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Wij gaan heel veel onderzoek doen. Het is tijd voor het leukste gedeelte. We gaan een toetje zoeken. Bizar lekker dit. Maar er ligt hier nog veel meer en nog meer toetjes. Dit ziet er heel goed uit. Eet smakelijk. Dankjewel. Het onderdeel qua opties hoeveel eten er is, kan ik jullie wel vertellen, genoeg. Ook qua personeel is het hier ontelbaar. Ik denk dat ik er zeker wel een stuk of 40 al geteld heb. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat morgen in het kleinste restaurant natuurlijk gaan doen. Wij gaan nu ons toetje opeten en ik kreeg net te horen dat er nog veel meer te doen is in dit restaurant. Dus laten we zo even een kijkje nemen. Je zal het niet geloven, maar er is hier gewoon een kermis. Binnen, bij het restaurant. Check dit. Heel eerlijk moet zijn, moet ik hier niet aan denken nu ik net zoveel gegeten heb. We hebben besloten om in de botsauto's te gaan. En misschien is dat iets veiliger nu. We zitten in een botsauto en Romy gaat rijden, dus ik hoop dat het goed gaat. Hoe werkt dit? Nou, dat belooft al heel veel. Waarom zou je dit doen voor je lol? Het overleefd. We zijn net weer buiten. Een conclusie. Er is zat eten, heel veel personeel, heel erg veel tafels. En nu is het tijd om naar het tegenovergestelde te kijken, want ik ga dus nu naar het kleinste restaurant. Laten we eerst even gaan bijkomen en dan ga ik morgenochtend zoeken naar het kleinste restaurant van Nederland. Hallo, een nieuwe dag en nieuwe kansen en een lege maag om weer te vullen vandaag. Ik heb natuurlijk al gelijk wat onderzoek gedaan en toen ik in Google intypte het kleinste restaurant van Nederland, toen kreeg ik gelijk dit te zien. En ik laat jullie nog niet te veel zien, want het ziet er echt geweldig uit. Dat moet je niet op een Google afbeelding zien, maar gewoon in het echt. Dus ik ga zo meteen vertrekken, maar voordat we dat gaan doen, eventjes iets heel belangrijks. De klok tikt, want het is bijna zover. Ons tweede boek, De Tijdmachine, komt 13 september eindelijk uit. Maar voordat dat gebeurt, heb ik nog één keer... Oh, het is goed gegaan. Nog één keer jullie hulp nodig. Geen zorgen, heb je nog niet besteld. Het kan nog steeds, dan heb je hem 13 september als allereerste in huis. En voor iedereen die dat al heeft gedaan en nog gaat doen, heb ik iets heel erg cools. Want Rutger en ik gaan binnenkort naar het Centraal Boekhuis. Daar liggen zo meteen als het boek af is alle boeken opgeslagen. En daar gaan wij een aantal golden tickets verstoppen tussen de boeken. Het kan dus zomaar zijn, als jij je boek thuis opent, dat er een golden ticket in zit. En als je die hebt, dan krijg je een VIP meet and greet met ons. De vraag voor jullie is, hoeveel van deze golden tickets moeten wij tussen alle boeken gaan verstoppen? Ik weet niet of jullie dat ook horen, maar ik heb honger. Laten we vertrekken. Toen was ik in... Waar ben ik ook alweer? Oh ja, in IJsselstein. Ja, daar ben ik. En hier is dus ergens het kleinste restaurant. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het echt eruit ziet. Natuurlijk ben ik niet alleen, maar samen met Ita. Hoi. Laten we gaan zoeken naar het restaurant. Het ziet er hier wel heel gezellig uit. Ik ben ondertussen aan het zoeken. Het moet hier dus ergens zijn. Ja, het zal niet zo opvallen als het grootste restaurant natuurlijk. Ja hoor, we zien het al. En het ziet er leuk uit. Hier is het dan, het kleinste restaurant van Nederland. En het is inderdaad heel erg klein. Kijk eventjes hoe leuk dit eruit ziet. Het is een heel schattig klein gebouwtje aan het water. Ik kan eigenlijk gewoon niet voorstellen dat hier een restaurant binnen zit. Laten we gewoon binnen gaan kijken. Kijk eens eventjes hoe gezellig het hier eruit ziet. En hoeveel tafels tel ik? 1, 2, 3... Oh wacht, 4 tafels. Ik hoorde dus net dat er eigenlijk 6 tafels zijn. Nou, het vorige restaurant waar ik was had er 650. Dus dat is inderdaad wel een heel stuk minder. Naast de tafels hebben we natuurlijk ook de keuken. En ik mag eventjes in de keuken kijken. Kijk, hier is de keuken. En dit is ook gelijk heel de keuken, zie ik al. Ja, dit is het en meer is het niet. Ik kan er heel veel over vertellen, maar ik vind het heel knap dat jullie hier hele menus bereiden. Hoeveel mensen kunnen jullie hier in totaal laten eten? 18, 20. Oh, dat is wel gezellig. Dan was het aanschuiven. Wat is hier in de hoek? Hier is nog een ruimte. Oh, hier is een toilet. Jongens, er zit ook nog een toilet binnen, dus dat kan ook nog. En wat is dit vroeger voor pand eigenlijk geweest? Het was het poortwachters- en tolhuisje. Nou, ik ga een tafel uitzoeken. Ik denk niet dat ik lang hoef te zoeken, dat scheelt weer. Het is een hele warme dag, dus we gaan eerst buiten wat drinken en daarna gaan we binnen wat eten. En ja, het aantal mensen wat hier werkt, daar moet ik ook nog een antwoord op geven. Dat zijn er 2, toch? Ja, 2. Ja, dat zijn er maar 2. Nou, heb ik heel snel geteld. Gisteren ging het wat lastiger. Het is tijd om de menukaart te gaan vergelijken met het grootste restaurant. Dus ik krijg hier echt heel VIP uitleg.
Dus we hebben hier, even kijken, als voorgerecht een gado. Gado. We hebben als hoofd de rijsttafel van de dag. En als na eventueel nog een tropisch toetje. En we hebben nog chef specials. Ik heb altijd heel veel keuzestress, dus dit scheelt me echt heel veel gedoe weer. Heel fijn. Perfect man. Nou, daar is de eerste ronde. Ik weet eigenlijk niet meer wat het is. Gado. Nou, ik ben heel benieuwd. Smakelijk eten. Smaakt goed. We zitten hier ondertussen heerlijk te eten en ik vind het toch wel een hele andere sfeer dan dat ik het natuurlijk gisteren had in die megazaal met alle tafels. Ik heb hier meer het gevoel dat ik gewoon met iemand thuis zit te eten en dat is ook wel heel erg gezellig. Oh, het volgende gerecht staat klaar. Kleine gerechten en daar gaan we nu aan beginnen, maar hier ligt de sambal. Ergens voel ik eens voor het aantrekkingskracht van zal ik het proberen, maar dit schijnt echt de heetste ooit te zijn, toch? Ik weet niet of ik het durf, eigenlijk wil ik het gewoon proberen. Oké, ik ga het proberen, ik doe het. Met je rijst doe ik het wel. Mag dat? Oeh, ja. Dat voel ik heel op mijn tong. Ja, dit is heftig, jongens. Oh. Geen zorg, komt allemaal goed. Het is heel lekker afgekoeld, dus we zijn lekker naar buiten verhuisd. En het is tijd voor een toetje. En ook dit ziet er heel erg lekker uit. En die van jou ook. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik zit helemaal vol. Ik heb echt heerlijk gegeten. Ik neem afscheid van het kleinste restaurant. Kijk hoe schattig dit eruit ziet. Het was heel erg tof om het grootste en het kleinste restaurant van Nederland te zien. Als conclusie, ik heb bij beide heerlijk gegeten. Eerlijk gezegd vond ik het kleinste restaurant net iets gezelliger. Vond je het een leuke video? Dan zou ik zeggen, doe eventjes een duimpje omhoog. En dan zie ik je gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Hou doei!